Hallo, wat ontzettend leuk dat je kijkt naar je maandreading voor alle tekens voor oktober 2021. En ik heb ontzettend leuk nieuws voor bestaande of nieuwe abonnees. Ik mag van uitgeverij Koppenhol 3 heksentarot wijsheid weggeven. Nou, hoe ontzettend leuk is dat? En het enige wat je hoeft te doen is lid zijn van mijn channel. Nou, dat is niet zo moeilijk. Gewoon even op de knop drukken. Hoe fijn! Ik hoop dat je je astro en je tarot leuk vindt en laat me eronder weten of je ermee resoneert. Met al mijn liefde. Hallo lieve Schorpioen, ik zou eigenlijk vandaag jouw reading niet doen, maar ik heb zulke mooie astrologische informatie voor je dat ik denk, ja oké, dat moet ik nu even delen. En voor de schorpioenetjes die al heel vroeg jarig zijn, alvast gefeliciteerd. Ik trek met een prachtig dek van Doreen Virtue een engelenkaart voor je, om eerst maar even met de intuïtie aan de gang te gaan. Optimisme, nou dat is echt terecht. Ik verwacht goede dingen en die gebeuren ook. Hele mooie kaart. Hele mooie kaart. En waarom ben ik nu zo blij voor jullie? Er is deze maand heel veel aan de hand voor jullie in je 6e huis. Het huis van het werk, van je gezondheid, van je dagelijkse rituelen. En het 12e huis. Alles wat onzichtbaar is en magisch is. Nou, en daar zijn jullie nu echt ja, een meester in. Daarom noem ik het filmpje ook de star of the show. Omdat als je bereid bent om in dat 12e huis... Het 12e huis is eigenlijk de magier, naar binnen gaan. En ik ben zo enthousiast voor jullie, omdat dat, als je dat in het begin van de maand durft te doen, levert dat aan het eind van de maand ontzettend veel op. Nieuwe inzichten, nieuwe liefde, nieuw geld, heel veel mooie zaken. Ik ga nog eerst even een kaartje trekken. En ik mag 3 decks weggeven. Hè? Of zal ik meteen even... Nee, ik ga eerst de Muze Tarot trekken. Ik heb natuurlijk zoveel wat ik met je delen wil. Het kind is enthousiast. Eight of Emotions. Van de Muze Tarot van Chris Anne. Eight of Emotions. Ik lees hem altijd. Emotions en de cups in het traditionele deck staan voor je gevoel. En jij gaat helemaal je eigen gevoel, nou hoe mooi in dat 12e huis, helemaal inchecken met je eigen gevoel. Oké, wat heb ik nodig om mijn leven zo vorm te geven dat ik er zelf gelukkig in ben? Dat het aanvoelt als mijn lekkerste outfit, dat het mijn safe haven is, dat het mijn soft place to fall is. Mercury, de planeet van de communicatie, staat tot de 19e retrograde. En dat betekent dat er misverstanden kunnen zijn in communicatie. En bij jullie staat hij in het 12e huis. Vanaf 24 oktober gaat hij weer helemaal in zijn eigen sissel staan. Eigenlijk al vanaf 19 oktober, maar ik geloof altijd in een staartje, dus ik neem het wat langer. Daarom zeg ik, er komen zoveel nieuwe dingen aan, ga lekker naar binnen. Alles wat je nu doet, is misschien water naar de zee dragen. Dus neem je tijd. Ga lekker als die schorpioen in je eigen, ja, ondergrondse wereld, een hele nieuwe wereld bouwen. 6 oktober hebben we een nieuwe maan in weegschaal, ook in dat 12e huis. Dus het gaat ook nog eens een licht schijnen, een spotlight zetten. Wat wil je? Wat wil je echt? Maar dat betekent helemaal niet dat je dat al meteen hoeft te gaan doen. Door dat 12e huis kan het ook maar zijn dat je opeens heel anders denkt over bepaalde zaken. dat je weer aan een oude liefde denkt. Of dat iemand opeens van zich laat horen. Je hebt ook Uranus in het zevende huis staan. En dat betekent plotselinge veranderingen of verschijningen. Het kan zo zijn dat je tegen je soulmate aanknalt. Nou, hoe leuk is dat? Daarom zeg ik rustig aan, rustig aan. En die nieuwe maan in Weegschaal in je 12e huis vraagt je om die magier te zijn. Om je bezig te houden met metafysische zaken, met je spiritualiteit, met je helder voelen en helder zijn. Ik begin eind oktober met mijn Mystica en Meesterschap traject. De groep van 21 oktober op donderdagavond is vol. Ik heb op zondag nog 2 plekjes en misschien zeg je wel, ik ga even voelen of dat wat voor mij zou zijn. Een heel jaar bij mij op de praktijk met een groep gelijkgestemden, klein groepje. Energieën lezen, engelen lezen, die koppelen aan chakras met Bachbloesem, zelfzouten. Een heel jaar lang de magier zijn. Ik zeg geweldig. 8 oktober komt Venus in je 2e huis te staan. En het 2e huis is je financiën. Ook je zelfbeeld en je talenten. Maar Venus in het 2e huis is heel erg gelukkig. Het kan je zomaar een dikke vette homerun financieel opleveren. Of een ontzettende bonus. Of een geweldige business deal. Dus ik heb zoiets van, loop niet voor de gedijen uit. En zeker niet nu zoveel planeten gewoon retrograde staan. Ik krijg daar zoiets, dat zinnetje van deze zomer komen we naar je toe. Oké, het is de 10e maand. Maar het leven en de voorspoed komt naar jou toe. Wat trek ik voor je? Aas van vuur. Ja, ze praat geen poep, hè. Ze is goed, hoor. De aas van vuur. Ik ga hem voor je voorlezen. Want dit is het dek. Er zit ook een heel mooi boek bij. Normaal zit er zo'n goedkoop boekje bij. Dat doet niks af aan de inhoud. Maar ik vind het ook fijn dat het er zo mooi uitziet. En lekkere kwaliteit is. De Heksenwijsheid Tarot. Mag ik van Koppenhol er 3 weggeven. Nou, hoe leuk is dat? Moet je wel abonnee zijn. En als je op je belletje klikt, dan hoor je ook wanneer ik het weggeef. De Aas van Vuur. De Aas van Vuur voor mijn schorpioenen. Wow, even kijken. Wat ga ik je voorlezen? De raad. Hij is lang, maar kan me niet schelen. Vitaliteit, delen, verbondenheid en geluk. Dat is de essentie van deze kaart. Vuur zegent je met het licht. Om het goede in jezelf en anderen om je heen te zien. Menselijk en lokaal, natuurlijk en globaal. Het element laat anderen ook het goede in ons zien. Vuur is de bron van geluk, de energie voor creatie. Er bevindt zich een bovennatuurlijke vonk in jou, die je inspireert om jouw leven te creëren en de mensen om je heen te helpen. Vuur is de energie die mensen samenbrengt en zorgt voor harmonie en balans. Wauw, een gemeenschap van mensen die samenwerkt om onze relatie met macht te herstellen. Bezit de kracht om de wereld te veranderen. En zo het is, en zo het is, en zo het is. In de traditionele tarot is de aas de hoogste kaart. En vuur is het element van staven. En de staven is het element van creatie. En van daadkracht en van nieuwe projecten. Daarom zeg ik, timing is everything, mijn lieve schatten. 20 oktober komt er een volle maan in Ram in jouw 6e huis. En dat is het huis van je werk. Er kunnen hele grote veranderingen plaatsvinden dat je denkt, ik ga nu voor mezelf beginnen of ik ga in een hele andere branche voor mezelf beginnen. En wat zo mooi is, Mars komt ook in je 1e huis te staan en de zon komt ook in je 1e huis te staan. En dat betekent, je hebt alle power aan het einde van de maand. Vanaf 20, 24, 30 oktober. Om alles opnieuw neer te zetten wat jij wil. Dus daarom zeg ik, lieve schat, kruip in je schulp. Ga zitten, mevrouw Mikmak, zo heet het bij de smurfen. Ga zitten magieren. Wees de hermit, wees de mystica. En bouw iets nieuws helemaal om jezelf heen. En aan het eind van de maand kan je daarmee in de volle spotlight als de star of the show, als de star van het universum daarmee tevoorschijn komen. En dan heb je ook misschien nog met Uranus in het zevende huis een nieuwe liefde aan je broek hangen. En daarom wilde ik jullie reading even eerder doen dan dat ik van plan was. En dit is natuurlijk geweldig nieuws om te delen. Laat me weten of het resoneert. Ik stuur jullie al mijn liefde. Nou, hoe fijn om zo'n prachtige reading te ontvangen. Zodat je weet wat er aan de hand is achter de schermen tussen de planeten. Dag!